Nou, en een hele goede morgen allemaal weer. Of goede middag of goede avond, het hangt er maar net vanaf wanneer je kijkt. Hè. Ik loop hier weer langs de mooie Hollandse IJssel bij Oudewater. We zijn net terug, nou eigenlijk alweer even 2 dagen geloof ik, van de conferentie Opwekking. En ik wilde daar toch natuurlijk wel even wat over vertellen. Want ja, ik ken ook wel alle berichten over de conferentie, van goed tot slecht. En ik was er zelf al 18 jaar niet meer geweest. De laatste keer was geloof ik dat onze eerste dochter 1 jaar oud was. En toen waren mijn vrouw en ik met de caravan. En dat was wel lachen, want we hadden toen ook nog een Rottweiler en die hadden we mee. En die hadden wij, ik moet hier even weg, want ze gaan herrie maken. Die had ik vastgelegd aan de reserve, aan het reservewiel in de voortent. Maar daar had die hond helemaal geen zin in. Dus met reservewiel en al is hij achter ons aangegaan het terrein op. Nou, paniek alom natuurlijk. Nou, helemaal leuk. Goede herinneringen. En dit jaar ben ik dus met 4 van onze kinderen heen gegaan. Mijn oudste dochter is thuis gebleven. Die vond het eigenlijk wel eventjes genoeg. Die is midden in haar examens en ze zegt het wordt me een beetje te druk allemaal. Dus ik ben met mijn 4 andere kinderen, waarvan 3 tieners, naar Opwekking geweest. En ik moet toch eerlijk zeggen dat ik ontzettend genoten heb. Ik ken alle kritiek. Dat is mij niet onbekend natuurlijk. Zo wordt er natuurlijk gezegd van er wordt een welvaartsevangelie gepredikt. Of er wordt te veel nadruk gelegd op de werking van de geest. En al wat niet meer. Het is wereldgelijkvormig. Die heb ik ook voorbij horen komen. En ik snap het allemaal. Ik denk ook dat als ik met die bril op ernaar zou kijken, dan zou je dat ook kunnen zeggen. Waren het niet dat ik heb gezien dat en gehoord in de prediking, in de liederen, dat eigenlijk dit hele weekend de Heere Jezus centraal stond. De Heere Jezus die gestorven en opgestaan voor onze zonden. De Heere Jezus die verhoogd werd als God en Heer van hemel en aarde. Zijn woord haalt eeuwig stand. Ja, uw woord haalt eeuwig stand. En ja, ik kan niet anders dan zeggen dat het een groot feest was voor de Heer. En ja, er werd gedanst. En ja, er werden handen opgeheven. En ja, er werd gesproken over de Heilige Geest. Maar nee, ik heb niemand kunnen betrappen op een prediking waarin gezegd zou worden van je spreekt het en het zal gebeuren. Hè? Het soort, hoe noem je dat eigenlijk ook alweer? Dat je dan, ja, nou heb ik gezegd dat je dan een woord zegt en dat dan ook zal gebeuren. Er is een bepaalde naam voor, ben hem even kwijt. Ik heb ook niet horen praten over dat er, als je maar veel geld geeft, dan zal jou ook veel toebedeeld worden door de Heren. Dat heb ik eigenlijk allemaal niet voorbij horen komen. Integendeel, ik heb meerdere keren de sprekers horen zeggen dat we er niet van uit moeten gaan dat we de Heer zomaar voor ons karretje kunnen spannen. Dat het aan de Heer is als er, kijk op de achtergrond komt een mooie boot voorbij. Dat het aan de Heer is als we genezen mogen worden. Dat het aan de Heer is als het niet gebeurt. Daar hebben wij niks over te zeggen. Het enige wat wij mogen doen is ons uitstrekken naar de Heer. Hem aanbidden, hem danken en hem loven. En dat is wat dit weekend, ja, waar dit weekend centraal stond. Dus ook eventjes vanuit toch wel wat zwarte kousen. Hallo, zwarte kousen opvattingen. Terwijl ik evangelisch ben natuurlijk. Nou, ik ben niet evangelisch, ik ben christen. Ik heb daar gezongen tot eer van God samen met broeders en zusters uit de hersteld hervormde kerk ben ik tegengekomen. Gereformeerd, vrijgemaakt gereformeerd, baptisten, pinkster, evangelisch. Een nieuwe vorm van hervormd, die kende ik nog helemaal niet. Dat was hervormd conventioneel. Vraag me nou even niet wat dat nou allemaal die verschillen zijn. En al deze mensen hadden één ding gemeen. En dat was hun vertrouwen en hun liefde voor de opgestane Heer. Nou ja, goed. Ik ben ook eventjes de expo, heet dat geloof ik, opgegaan.
Daar vind je dus alle stands met zendingsorganisaties en de Bijbelschool Cornerstone was daar. Ik heb OM zien staan, Operation Mobilization. Ik heb Open Door zien staan. Wat ook wel heel mooi was, de hele pro-life beweging was ook aanwezig. Ik heb heerlijk gesproken met de ja, toch wel heel bekende Kees van Helden. Die ik ook al jaren mag kennen. Het was echt een ontzettende fijne tijd om ook deze mensen te ontmoeten. Als ik jullie was, zou ik trouwens ook eens eventjes gaan kijken, hè, naar die websites. Ik zal het wel eventjes in het videootje en in de link hieronder vermelden. Ik miste de SGP, de Staatsgereformeerde Partij. Dat vond ik heel jammer. Want ik wist dat ze aanvankelijk van plan waren om te komen. Maar vanwege kritiek, geloof ik, vanuit de achterban zijn ze niet geweest. Daar wil ik toch iets over kwijt. Want ik ben eigenlijk toch wel een trouwe SGP-stemmer. En met mij geloof ik dat er heel veel christenen uit de evangelische kringen ook op de SGP stemmen. Dat is iets wat we moeten koesteren. Kijk, je kunt natuurlijk hartstikke gereformeerd zijn en behoudend zijn. Dat is prima. Maar realiseer je dat we elkaar nodig hebben. En de SGP die heeft natuurlijk zijn grootste achterban in de gereformeerde en de reformatorische wereld. Maar vergis je niet dat er ook wel heel veel evangelisten zijn die op de gereformeerde, op de Staatsgereformeerde Partij stemmen. Louter omdat ze zo overduidelijk de Heer Jezus lief hebben. Dus ik hoop eigenlijk voor de komende jaren dat zij er ook bij zullen zijn. Zodat er ook nog meer mensen uit andere gemeentes, pinkstergemeentes, wat dan ook kennis mogen krijgen van de SGP. Zodat ook deze partij een kans krijgt om groter te worden. En geloof me, ze hoeven echt geen water bij de wijn te doen als het gaat om leden. Want met mij zullen alle evangelische echt wel snappen dat ze een echt stempel hebben van gereformeerdheid. En dat is prima. Dat vinden wij fijn, want dan weet je tenminste ook wat je hebt. Dat is een partij die stabiel is, die zich uitspreekt tegen euthanasie en abortus. En daar gaan we voor met elkaar. We hebben elkaar nodig, broeders en zusters. Hoe je het ook wendt of keert, we hebben elkaar keihard nodig, ook in Nederland. Juist in Nederland, zou ik zeggen. Maar wat ik dan lastig vind, is dat er dan op het internet hele korte clipjes komen waar je dan de discolampen ziet en de menigte gaat ziet, ja, die gaat dan horsen en springen. En ja, dat zijn van die hele korte clipjes. Maar je hoort dan daarna niet eventjes dat iemand een stukje woord doorgeeft aan die tieners waarin ze worden opgeroepen om hun vertrouwen en hun hele hebben en houden op Jezus te stellen. Yes. Heer Jezus, we prijzen uw grote naam. U bent waardig. Hij is waardig. Verlangen jullie daar ook naar? Dat we steeds meer gaan lijken op hem? Er wordt opgeroepen om je hart aan Jezus te geven, om je zonde te belijden, om tot geloof te komen. Dat wordt keer op keer wordt dat verkondigd. En die zie je dan niet voorbij komen. Dus ja, je kunt dan natuurlijk aan de hand van dat horsen en dat springen en dat dansen en dat juichen, kan je natuurlijk zeggen dat is wereldgelijkvormig. En dat snap ik wel, want we zien dat in de wereld ook gebeuren. En laat ik even heel eerlijk wezen, toen ik nog geen christen was, ging ik naar de beruchte techno, rave en house parties. En daar deden we het ook. Maar als ik het mag vergelijken met die tijd en wat er op de opwekkingconferentie gebeurt, dan is dat toch wel van een heel andere orde. Want ik zie daar jongeren en tieners ontzettend veel plezier hebben en dansen en springen met elkaar. En nog geen 5 minuten later staan ze allemaal stil in gebed, vol aanbidding, de Heer Jezus te prijzen. Als ik nou mocht kiezen, hè, tussen of die jongens die gaan de wereld in, waar ze eigenlijk alleen maar een DJ lopen te prijzen, of wat dan ook. Of ze gaan naar opwekking waar dan opgeroepen wordt om je toe te wijden aan een leven vol vuur voor de Heer. Dan weet ik het wel.
ik denk dat als we dan gaan kijken naar dit soort evenementen, dan zeggen mensen ook, ja, we herkennen de boom aan de vruchten. Nou, als dit een vrucht is, hè, als die jongens en die meiden terugkomen met een vernieuwd verlangen om de Heer volledig te dienen, als dat de vrucht is, dan denk ik dat de Heilige Geest heel hard aan het werk is geweest in die jongelui hun harten. En daar prijs ik God voor. Ja, daar prijs ik God voor. God is zo machtig bezig, ook onder jeugd in Nederland. En vergis je niet, jeugd en ouderen. We zeggen wel eens van, hè, de jeugd dat is de kerk van de toekomst. Nee, dat is niet waar. De jeugd en de ouderen horen nu al bij elkaar. Wij zijn nu de kerk en we moeten het samen doen. Laten we alsjeblieft heel goed oppassen om geen oordeel te vellen over mensen die in volle overgave dit soort dingen organiseren. Want je begeeft je op glad ijs. Laten we alsjeblieft met elkaar naar de vrucht kijken. En ik heb vrucht gezien, niet alleen bij mijn eigen jongens hoor, maar ook bij andere mensen. Ik zie de vrucht. Ik zie het verlangen wat men heeft om de Heer Jezus volledig te dienen. En als dat nou het enige was wat ze meenamen van het weekend, was ik al heel tevreden. Maar het is niet het enige, maar goed, ik kan wel uren blijven praten. Dus broeders en zusters, uit welke gemeente u ook komt, gereformeerd, hervormd, pinkster, baptist, evangelisch, lieve broeders en zusters, we hebben elkaar zo hard nodig. En laten we er alsjeblieft voor waken om elkaar niet af te branden op wat we doen. We mogen kritisch zijn. Ik heb heel kritisch geluisterd nogmaals naar de woordverkondigingen. Ik denk dat u mij inmiddels kent. Ik ben erg gericht op de juiste theologie. Nou, wie niet? Ik pretendeer niet dat ik alles weet. Maar ik probeer het wel altijd heel goed in de gaten te houden. En op een paar dingetjes na, maar dat hou je toch, heb ik niet heel veel verkeerds gehoord op opwekking. Laat ik het maar zo zeggen, ik heb heel veel goeds gehoord. Dus ja, nou ja, in ieder geval, dit is mijn bijdrage. Misschien hebben jullie wel hele andere ideeën. Dat kan, want daar zijn we dan ook wel weer Nederlanders voor, hè, met elkaar, om altijd maar weer met elkaar oneens te zijn. Laat het me maar weten hoor, laat het maar weten in de commentaren. Denk daarbij aan dat we in liefde met elkaar om moeten gaan. We zijn broeders en zusters. De Heer Jezus heeft geen vergissing gemaakt toen hij u en mij uitkoos. We horen bij elkaar, we zijn familie. Dat hebben we niet voor het kiezen. We hebben het er wel mee te doen.